Stefan Bouwman. Hey, Stefan hier. Elke week maak ik een nieuwe tutorial die jij aan kan vragen. En deze week is die van W Magic, zo heet hij, heeft hij op YouTube doorgegeven. Hoe maak je een snel en lekker ontbijtje? Ik dacht, we combineren ei, brood, melk en lekker suiker. Dan heb je zoet, stevig en een boterhammetje in je buik. Wentelteefjes. Twee eitjes krekken we open, hoppakee. Krek 1 en krek 2, kopje melk. Doe je erbij? Plop. Gaan we de eitjes en de melk lekker klutsen. Moet je horen. Om het lekker te maken, een wentelteefje, heb je suiker nodig. Een eetlepel bruine suiker het liefst, basterdsuiker. En een eetlepeltje kaneel. Ik speel een beetje vals, ik heb namelijk een combinatie kaneelsuiker. Dus ik doe 2 eetlepels kaneelsuiker door het mengsel heen. Eetlepel 1 en eetlepel 2. Plop, lekker mengen. Oh, lekker, lekker, lekker. Als je het hele mengsel klaar hebt, is het tijd om de boterhammen te dopen in het mengsel. En dat moet ongeveer 4 minuutjes trekken. Giet je het spul een beetje eroverheen zo. Dan draai je hem even een keertje om. Dan druk je het lekker aan. Oh, dan gaat hij plop. Uit het mengsel leg je hem op het bord om nog 4 minuutjes te trekken. Hey Siri, zet alsjeblieft timer voor 4 minuten. Nou, en terwijl de broodjes aan het trekken zijn, kan je bijvoorbeeld even je kleding aandoen of weet ik veel, je haar doen. Ik heb die tijd gebruikt om alle benamingen voor het woord wentelteefje op te zoeken. Het zijn er namelijk nogal wat. Draaireuren, gebraden hondsvotjes, verwendbrood, gewendbrood, wentelbroodje, verwonnenbrood, pain perdu, klakker of klakkaard. Niet normaal van naam, ik houd gewoon bij wentelteefje. De timer is gereed. We doen ze in de pan en druk ze stevig aan, zodat de ene kant alvast een beetje opgebakken is. En dan wentelen dat teef. Hoppakee, bam! Andere ook in de pan. En daarna weer wentelen dat teef. Misschien komt de naam toch daar vandaan. Ongeveer 4 tot 5 minuutjes even laten bakken. Zorgen dat het niet aanbakt natuurlijk. Nou, en als ze mooi goudbruin zijn, dan haal je ze uit het pannetje. Pop! Zo op je bord. Kijk nou toch eens hoe lekker. Ik ben zelf een enorme zoete kou, dus ik doe er nog een beetje suiker overheen extra nadat hij klaar is. Hoppakee. Maar je zou ook wat vruchten erop kunnen doen. Wat vers fruit of een beetje boter als je het lekker vindt. In ieder geval, eet smakelijk. Yo! Q Music. You make us Q.